Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Monique van Creatieve Zaken en ik heb hier weer een teken-inspiratiefilmpje voor jullie. In dit filmpje laat ik jullie zien hoe je deze sneeuwman tekent. Ik ga hier even voordoen hoe ik de sneeuwpop heb getekend. Ik begin met zijn buik. Daarboven zit zijn sjaal. Er hangt ook een stukje naar beneden. En daarboven zijn kop, oogjes en een wortel als neus, een grote smile. En teken ik hierboven zijn muts, een sterretje daaraan. En op zijn buik teken ik drie knopen. En zijn handen zijn takken. Zo is hier de basis van de sneeuwpop. Dan ga ik hem nu nog een beetje meer decoreren. De knopen, daar zet ik nog een klein rondje in. Die maak ik zwart. De sjaal verdeel ik in vakjes. En die ga ik ook om en om zwart kleuren, maar niet helemaal, maak het niet helemaal dicht. Dus dat ziet er zo uit. Dan ga ik verder met zijn muts. Daar zet ik zo een hoekig lijntje in. En die versier ik aan de onderkant en aan de bovenkant met zwarte driehoekjes. De rand van de muts, daar zet ik kleine stipjes. En het sterretje maak ik helemaal zwart. En om het af te maken, zet ik de lijnen nog een keer, of trek ik de lijnen nog een keer over, zodat het er wat meer uitspringt. En dan ga ik vervolgens nog even met potlood de schaduw aanbrengen. Oh, ik heb nog een beetje vergeten hier onder aan de sneeuwman. Heb ik nog een beetje stipjes gedaan alsof het sneeuw is. En dan ga ik met de potlood de schaduw aangeven. Waardoor de sneeuwpop wat ronder lijkt, minder plat. Veeg hem een beetje uit zo. Nu ook bij zich. Gezichtje. Bij de sjaal. En bij de muts. En hier is de sneeuwman. Dat was de sneeuwpop. Ik hoop dat het gelukt is bij jullie allemaal.
En graag tot ziens bij weer een volgend teken-inspiratiefilmpje.